Dit is het Van Gogh Museum in Amsterdam. Van over de hele wereld reizen mensen hier naartoe om de schilderijen te zien van Vincent van Gogh. Nu is Vincent wereldberoemd, maar toen hij leefde kende bijna niemand zijn werk. Wil jij weten wie hij was? Reis met ons mee terug in de tijd. Dan vertellen we je hoe Vincent kunstenaar werd. Vincent groeide op in de 19e eeuw. Een spannende tijd, de tijd van de stoomtrein. Alles en iedereen kwam in beweging. Vincent ook. Voordat hij kunstenaar werd, woonde hij in verschillende landen. Hij wist niet goed wat hij wilde worden. Gelukkig had zijn broer Theo een goed idee. Die schreef: Vincent, je bent goed in tekenen. Ga daar dan iets mee doen. Dat was waar. Vincent hield van tekenen. En schilderen? Dat kon hij wel leren. Vanaf toen wist Vincent wat hij wilde worden. Kunstenaar. Hij ging aan de slag. Het liefst tekende en schilderde hij het leven van gewone mensen. Zoals deze boerenfamilie, de aardappeleters. Hij was er trots op, maar anderen vonden het maar niks. De neus van die vrouw lijkt wel een pijpenstil met een dobbelsteen eraan. Toch ging Vincent gewoon door. Hij wilde een goede kunstenaar zijn en werkte hard. Hij bleef maar oefenen, oefenen, oefenen. En hij ging bij zijn broer Theo wonen in Parijs. Daar leerde hij veel van andere kunstenaars. Die gebruikten andere kleuren. Dat vond hij mooi. Vincent ging ook met lichte, vrolijke kleuren schilderen. Helder rood, geel en blauw. Vincent had weinig geld, dus hij was zuinig met verf. Voordat hij verf gebruikte, pakte hij bolletjes wol om te kijken of de kleuren goed bij elkaar pasten. Kijk, zijn doosje met de bolletjes hebben we nog. Na een tijd vond Vincent Parijs te druk. En er was niemand die zijn schilderijen wilde kopen. Hij verhuisde verder naar het zuiden. Naar de zon, naar het licht, naar de kleuren. In Zuid-Frankrijk schilderde Vincent de kleuren van het koren, van de nacht en van de zee. Daar keek Vincent heel goed naar. Want de zee die was niet alleen blauw, groen, paars, blauw, roze. De zee verandert van kleur zoals het vel van een makreel. Vincent wilde het leven schilderen zoals hij het zag en voelde. Daar praat hij over met anderen, maar niet iedereen begreep dat. Want hoe moest je nou schilderen? Iets dat je met je hoofd bedenkt? Of iets dat je met je ogen ziet. Soms kreeg Vincent daar zelfs ruzie over. Vincent werd ongelukkig. Hij was niet blij. Hij werd ziek. Hij raakte in de war. Heel erg in de war. Misschien ken je het verhaal dat hij zijn eigen oor afsneed. In een ziekenhuis konden ze gelukkig goed voor hem zorgen. Het was een zware tijd. Maar als het kon, werkte hij door. Hij maakte hele mooie schilderijen. Zoals dit, voor zijn kleine neefje. Toen het weer wat beter ging, verhuisde Vincent naar het platteland, vlakbij Parijs. Daar schilderde hij aan één stuk door. Maar hij was nog steeds niet gelukkig. Hij raakte weer in de war. Zo erg dat hij niet meer wilde leven. Vincent is niet heel oud geworden. Hij was eigenwijs, nieuwsgierig en een echte doorzetter. Van hem leren we dat je moet doen waar je goed in bent. Voor Vincent was dat tekenen en schilderen. En jij? Waar ben jij goed in?